Hoi jongens en meisjes en welkom bij de spellingles blok 8.1. Jullie horen op dit moment een nieuwe juf. Ik ben juf Desiree en ik ga vanaf vandaag ook lesgeven aan jullie voor de klas. Zoals je ziet schrijf ik vandaag ook niet met een iPad. Dat komt omdat ik die hier niet heb. Dus ik zal typen en de bedoeling is dat jullie het wel gewoon opschrijven. De eerste vier woorden gaan we zoals je gewend bent samen doen. En de zes woorden daarna, die doe je zelf en zo ook de zin. De doelen van blok 8 zijn categorie 11. Daar gaan we wat meer mee oefenen. Af en toe komt er een meervoud S-woordje voorbij. En we oefenen nu ook CITO-woorden van categorie 11. Het eerste woord is afzetting. De man kan niet verder door de afzetting. Schrijf met me mee. Afzetting. Afzetting is een categorie 11 woord, want ik heb hier een dubbel T. Als ik hem hak, heb ik een korte klank. Hoor maar. Afzetting. Bij ze hoor ik een e, een korte klank. Daar is een dubbele zetter, dubbelletter. Dus dat wordt dubbel T. Ook eindigt het woord op ing. En ing is categorie 5. Een zingwoord. Ik zet hier nog even 11 bij. Dan is het extra duidelijk. Goed, woord nummer 2. Oh, bij mij maakt hij er af en toe een hoofdletter van. Dat mag je negeren. Woord nummer 2 is bemanning. Daar is het schip en de bemanning. Bemanning. Schrijf met mij mee. Bemanning. Welke categorieën horen bij het woord bemanning? Het eerste stukje van het woord is een voorvoegsel, categorie 9. Daar had je ge-be-ver. Met een stomme e. Categorie 9. Bemanning kunnen we ook weer bij categorie 11 zetten, want we hebben te maken met een dubbele letter. Hoe komen we daaraan? Als we het hakken, bemanning. Ik hoor ma, dat is een korte klank. Als ik hem volg, korte klank, moet ik dubbele medeklinker opschrijven. Dus dubbel N, bemanning. Dat stukje is categorie 11. En het woord eindigt weer op ing, net als woordje 1. En dat betekent categorie 5. Gaan we naar het derde woord, programma. Ik vind dat een leuk programma. Schrijf op programma. Schrijf met mij mee. Programma. Kijk naar het eerste deel van het woord pro. Ik hoor een lange klank. Als ik het categoriekaartschema volg, dan kom ik op lange klankstraat. Daar is de letterdief de baas, dus daar schrijf ik niet pro met dubbel O, maar er gaat één O af. Programma. Ik ga er trouwens van uit dat jullie allemaal netjes je categoriekaart ook op tafel hebben gepakt. Heb je dat niet gedaan? Dan druk even op pauze en vind je categoriekaart, hou hem in de buurt. Dan kun je beter meedoen. Programma. We hakken hem verder. Pro hebben we gehad. Gra. A is een korte klank. We volgen het schema weer. Een korte klank is een dubbele medeklinker. Dus gramma krijgt een extra M. Programma. We hebben dus twee stukken in het woord met categorie 11. Schrijf hem dus
twee keer erboven. Bij mij past het er niet boven, bij jullie hopelijk wel. Woord nummer 4. Schrijf mee. Ten slotte. Ten slotte. Komt die aan. Ten slotte. Deze gaan we weer hakken. Ten slotte. Opnieuw categorie 11. Op het eerste deel, ten, hoor ik een medeklinker. Bij een medeklinker volg het schema. Hoor ik een medeklinker, dan is het hoormannetje de baas. Schrijf ik gewoon zoals je het hoort. Ten slo. De o is een korte klank in het schema. O. Daar is de dubbelzetter de baas. Dus het wordt dubbel t. Dubbel t. Ten slotte. Twee keer categorie 11 dus. De volgende woorden ga je eerst zelf opschrijven en ik kijk het later met je na. Woord nummer 5. Logeerkamer. Logeerkamer. We hebben een nieuw behang in de logeerkamer. Schrijf op logeerkamer. Woord nummer 6. Boerinnen. Bij boer zoekt vrouw zijn maar weinig boerinnen. Schrijf op boerinnen. Woord nummer 7. Locatie. Locatie. Stuur jij me even jouw locatie? Schrijf op locatie. Woord nummer 8. Wereldwijd. Wereldwijd. Woord nummer 9. Vissersboten. Vissersboten. Mijn vakantie in Italië zag ik vele vissersboten. Schrijf op vissersboten. En het laatste woord. Abrikoos. Abrikoos. Ik weet nooit het verschil tussen een pruim en een abrikoos. Schrijf op abrikoos. Goed, dan als laatste de zin. Schrijf mee. Of schrijf hem zelf op. Door de duisternis konden we de weg niet vinden. Door de duisternis konden we de weg niet vinden. Wil je hem nog een keer horen? Zet dan het filmpje een klein stukje terug. Door de duisternis konden we de weg niet vinden. Goed, dan gaan we het nakijken. Beginnen we weer met woord 5. Logeerkamer. Logeerkamer. Let op, ik hoor een j. Maar ik schrijf een g. Dit
is categorie 26. Zet het erbij. Categorie 26. Logeerkamer. Ook hoor ik een aantal klanken. Ik ga hem dus hakken. Logeerkamer. Bij lo hoor ik een lange klank. Ik volg weer het schema. Een lange klank. Ik kom eruit dat ik één letter moet opschrijven. Dus geen dubbel O. Één O. Logeerkamer. Ook bij kamer. Kamer. Ik volg het schema. Een K. Klinkt als A. Lange klank. Ik moet daar één letter afhalen. Ik schrijf kamer, dus met één A. Dat is weer twee keer categorie 11. Bij lo en bij K. Naar woord nummer 6. Oeps. Daar heb ik even geen tekstvakje. Komt-ie. Woord nummer 6. Boerinnen. Boerinnen. Ik schrijf hem even zo. Ik hak boe. Boe, de klank is oe. Dat is de dubbele klankstraat. Dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Er komt dus geen extra R en er hoeft ook niks af bij boe. Die kan dus aan elkaar. Het volgende stukje is re. E is een korte klank. Dan moet ik in deze straat zijn. En daar zie ik een dubbelzetter. Hier komt dus een extra letter bij. De letter N. Boerinnen. Dit was dus weer twee keer categorie 11. Eén keer bij boe en één keer bij re. Woord nummer 7. Locatie. Opnieuw een categorie 11. Want ik hoor lo. Locatie. Ik volg het schema. Ik hoor een lo. O. O is een lange klank. Ik moet daar dus één letter afhalen. De C, die klinkt als K, is categorie 18. Hij past er nog net bij. En het woord eindigt op tsi. Maar we schrijven niet tsi, we schrijven ti. Dus dat is categorie 17. Locatie zit dus een stukje categorie 11 in. En categorie 18 en 17. Woord nummer 8. Wereldwijd. Ik begin met W. Wereldwijd. Ik volg dus weer het schema. Ik hoor een E. Wereld. Ik ga kijken. Lange klank. Ik moet er dus een afhalen. W. Rolt. De. Of te. Ik moet hem dus langer maken. Werelden. Ik hoor een D. Ik schrijf een D. Dat is categorie 7. En bij wijd hetzelfde. Is het wijd met D of T? Ik maak het langer. Wijden. Dus D. Hier hebben we dus te maken met categorie 11, 7 en 7. Ik schrijf ze er voor het gemak steeds achter, maar jullie schrijven het erboven. 9 dan. Dit is een van de woorden die ook in bedoelen worden aangegeven. Meervoud met S. Vissersboten. Je hebt één visser, twee vissers. Er komt dus een S achter. Om het meervoud te maken. Vissersboten. Zoals je ziet, dubbel S, want E is een korte klank. En een korte klank betekent dubbele medeklinker. Vissersboten. Bo. Ik hoor een O. Ik volg het schema. O is een lange klank. Ik moet dus één letter weghalen. Ik schrijf dus niet
Boten met dubbel O, maar boten met één O. Dan kom ik bij woord 10, abrikoos. Abrikoos is een beetje een lastig woord, want als ik het schema zou volgen, dan zou ik abrikoos met A, korte klank. Dus een dubbele letter, ab. En I, twee tekenklanksen, schrijf het op zoals je het hoort. Zou ik het woord zo moeten schrijven? Dit is echter fout. Abrikoos is een kanaalwoord. Dat zijn woorden waar we eigenlijk een uitzondering voor hebben. Dat ondanks ik denk dat ik het zo moet schrijven volgens het schema, ik me daar niet aan mag houden. Abrikoos is met één b en een e. Let daar dus op. Een kanaalwoord, een uitzondering op de regel. Het is dus ook een geen categorie bij dit woord. Bij vissersboten was het categorie 11. Dat had ik er nog niet bij geschreven. Goed. Dan de zin. Door. Ik hoor oor, maar ik schrijf dubbel o. Dat is categorie 3. De duisternis. Konden we de weg niet vinden. Door heb ik jullie al gezegd. Categorie 3. Duisternis is weer categorie 11. Dui. Ik hoor ui. Ui, twee tekenklank. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Dus gewoon de s en de t erachter. Niks eraf en niks erbij. Duister. Ik hoor een r. Een r is een medeklinker. Ook daar schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Dus ook daar gaat niks bij en niks af. Duisternis. Konden we de weg niet vinden. Dit was het dicté blok 8.1. Dus blok 8 dag 1. En morgen spreek ik jullie weer. Doei!